In 2030 is Flevoland de allereerste provincie in Nederland met zelfrijdende voertuigen. Het openbaar vervoer rijdt over speciale rijlanen. Dat systeem ligt klaar voor uitbreiding naar de omliggende regio's. De voorsprong die Flevoland hierin heeft, is te danken aan het rechte wegenpatroon. Het ideale living lab voor zelfsturende auto's en voertuigen. Chauffeurloze shuttles zullen als eerste worden ingezet tussen de luchthaven van Lelystad en station Lelystad Centraal. Smart mobility in Flevoland. Veilig en groen met zelf opgewekte stroom. Waarom smart mobility juist in Flevoland? Het versterkt de bereikbaarheid, de veiligheid, de leefbaarheid en de duurzaamheid van Flevoland en daarmee ook van de rest van Nederland. Daarbij richt de provincie zich op unieke kansen. Namelijk de ontwikkelingskansen rondom Lelystad Airport, de jonge ondernemende Flevolanders helpen met hun wil om te vernieuwen en doordat we hier minder complexe weginfrastructuur hebben is het een ideaal gebied voor het testen van nieuwe technologieën. Ik geloof er ook in dat slimme mobiliteitsoplossingen een belangrijke bijdrage en een belangrijke rol kunnen spelen in het bereikbaar houden van het landelijk gebied in onze provincie. Flevoland vindt een vitaal platteland heel belangrijk. Goede voorzieningen op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid worden steeds lastiger om te behouden. Daarom worden er in Flevoland experimenten gestart. Living Learning Labs om de bereikbaarheid van het platteland te behouden en te waarborgen. De regio biedt volop kansen voor smart mobility. De Floriade gaat in 2022 2 miljoen of meer bezoekers trekken. En dat betekent dat smart mobility heel belangrijk is om de bereikbaarheid en ook het parkeervraagstuk goed op te lossen. Ja, we zijn nu de nieuwe vakantieluchthaven van Nederland aan het bouwen. We gaan in een aantal fasen groeien. In de eerste fase verwachten we ongeveer 10.000 bewegingen. In het eindplaatje zijn het er 45.000 vliegtuigbewegingen. En daar verwachten we ongeveer 6 miljoen passagiers op Lelystad Airport te mogen verwelkomen. En daar zijn natuurlijk fantastische kansen voor smart mobility. Smart mobility kan op verschillende aspecten een belangrijke rol spelen bij de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. We willen dit gebied toekomstbestendig ontwikkelen. Dat betekent enerzijds dat we een goed werkklimaat voor de bedrijven willen gaan vestigen en hun werknemers. Als mede dat wij ook mogelijkheden zien om hier een testcentrum voor de smart mobility in de openbare ruimte te gaan realiseren. De regio rond Almere en Lelystad wordt een belangrijk logistiek knooppunt. Met Flevokusthaven, met Lelystad Airport. En daarom biedt deze regio volop mogelijkheden voor het uittesten van slimme mobiliteitsoplossingen. Flevoland wil volop inzetten op de kansen die smart mobility te bieden heeft. Niet alleen voor logistieke innovaties, maar ook op tal van andere gebieden. We willen dat niet alleen doen, maar inzetten op samenwerking met andere overheden en vooral met de markt. De enige vraag die overblijft, doet u met ons mee? Meer informatie? Kijk op www.flevoland.nl/smartmobility.